volgers. Vandaag een eerste deel van onze eindejaarsvideo's. Ik heb er ongelooflijk leuk jaar gehad en 2023 wordt toch keileuk. Zeker in nu we uitkijken naar de Wereldfilm Special Olympics. Daarover in de loop van het jaar meer. Verder hebben we nog meegedaan met de Special Influencer. Jullie kennen het project wel op Instagram, de Special Influencer op Instagram. Waarbij als atleten, we zijn met vier, om samen activiteiten te doen en mensen te ontmoeten in de g-sportwereld of in de gewone sportwereld. En laten weten van kijk, wij zijn sporters, wij zijn atleten van Special Olympics en we doen heel leuke dingen. Wat mij vooral is bijgebleven bij die Special Influencer, daar gaan we vandaag over focussen, over de Special Influencer. Het leukste moment voor mij was, vorig jaar weten jullie dat we de Koek en Vrul Show hebben gedaan. Dat was kei leuk. Maar ja, uiteindelijk, dat is one chance. Dus we zochten en Special Olympics heeft voor mij een meet and greet georganiseerd met Bashir. En Bashir is een marathonloper die op de Spelen in Tokio heel mooie resultaten had neergezet. En eigenlijk keek ik daar super hard naar uit om hem te ontmoeten. Het is een heel rustige man. Wat mij vooral een heel mooi gevoel gaf, was dat hij gewoon op zijn fietsje afkwam met een kinderzitje op. Dat zegt gewoon heel veel hoe dat die sporter is. En dat vond ik. Verder hebben we ook nog met de Special Influencer naar het Koning Boudewijn Stadion geweest. Voor de Memorial van Damme. Dat was ook super leuk. We hebben nog naar de volleybal geweest. Volleybal, het finale van de Belgische beker ofzo. Dat was super leuk. Ik ken de volleybal eigenlijk niet zo goed. Maar door de Special Influencer heb je dat toch wel leren kennen. En prachtig spel, prachtige. We mochten daar meerdere medailles uitreiken. We voelden ons echt zo van, worden echt wel geapprecieerd in die doelgroep, wat voor ons dus een heel nieuwe groep is. Ik heb mij enorm hard geamuseerd dit jaar. En ik zou zeggen, blijf G-Sporten zeker volgen op YouTube, Instagram, Facebook. En hopelijk hebben jullie toch een mooi jaar. En kunnen jullie mij meevolgen in 2023. Want dat wordt, mijn topjaar en misschien wel een van de belangrijkste jaren van mijn leven. Met als doel natuurlijk het grote evenement Berlijn 2023. Ik ben zo excited, maar er moet nog heel veel over gebeuren. We moeten nog sponsoring zoeken, we moeten nog veel trainingen doen en ja, alles wat erbij komt kijken. Ik zou zeggen, mooi eindjaar, geniet van 2023 en ik hoop jullie snel te zien. Dag!